Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Planet Zoo. We gaan weer lekker verder waar we gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Prima goed, zoals jullie natuurlijk weten, gaat op zich redelijk goed met onze dierentuin. Maar ook natuurlijk weer niet, zoals bij die flamingo's, dat was een probleempie. Maar goed, dat is niet zo. We gaan hier beren erin zetten. Dus alleen ik moet heel even kijken. Wat die willen. Je kunt ook een zwarte beer. Die hebben behoorlijk wat planten. Grizzlybeer ook wat planten. Isabeer ook best wel wat. Zullen we de Isabeer doen? Ze hebben in de min 10 en 22 graden. Dus we moeten behoorlijk wat dingen doen. Wat ze willen. Nou goed, dan gaan we dat dan doen. We moeten ook behoorlijk wat ventilators, airco's bedoel ik natuurlijk, neerzetten. Want het is nu 33 graden hier. Kijk, we kunnen het koud maken, maar we kunnen het ook bijvoorbeeld in regen doen. Het is altijd zomer hier. Goed, dat gaan we even doen. We moeten naar het terrein en dan moeten we even hier op drukken. Gras kort. Ik wil graag een. Ik hoop dat dit een groot verblijf. Hij is ook niet zo mega groot. Dus dat valt allemaal wel mee. Ik denk dat dit wel groot zat is. Zo. Dit is goed, dan wil ik weliswaar een berg erop. Hier. Dan deze. Ik denk dat het goed is zo. Water erin. Water goed zo. We hadden beter daar die kunnen zetten. We kunnen nog terug. Zo. Dan moeten we nu de rest even gaan doen. Het is zeg maar de bouw. Verblijf daar moeten we eerst even kijken. Ik weet dat ze deze hier hebben. Labels. Christy Beer. En dan kunnen we eruit kiezen.
Zullen we gewoon een soort zo'n hok doen? Laten we zo'n hok doen. Laten we die dus. Hier blauwe. Slaapplek. Dit zijn gewoon normale. Vier stuks. We kunnen altijd natuurlijk er buiten er nog leggen. 1. 2. Aan de zijkant. Zo. We moeten wel cool elementen hebben, ja. Tussen 10 en min 10 en 22 graden zijn. Oké. Okay. Dat doe ik dadelijk. Ik ga eerst even. Dit maar even over neerzetten. Bevroren fruit. Oh, dat hoeft niet helemaal. Zo. En die kan hier. Dit zijn allemaal die speeltjes. Want blok ijs. Doos. Niet ertussen. Zo. En die aan die kant. Oh, dat had je dus ook. Oké, dat wist ik niet. Uit. Dat zijn heel groot, hè? Vind ik het zo goed? Hoeveel graden gaan we die dan allemaal zetten? Gewoon op 15 graden. Laten we 10 doen. Laten we 10 doen. Hij staat meteen op 0. Huidige temperatuur. Zullen we 10 graden doen? Dus die. Kijk. Deze op de 10. Nou, ze hebben in ieder geval gelukkig stroom. Zo.
Die hadden we al gedaan. Die hadden we al gedaan. Goed. Dus dat is goed. Dan moeten we alleen nog voer en water. Want ze hebben natuurlijk ook water nodig. Zullen we er maar een vraag inzetten? Ik denk het van wel, hè? Eentje van... Die en die. Adopteren. Deze adopteren. Twee adopteren. Nou. Pak daar iets al beer van. Het moet natuurlijk wel omheining, dat is 60%. Ik ga even een deur. En dat toesturen. Dat is ook mooi. Hoe zit dat met de flamingo's? Zeven meisjes en vier jongens, oké. Okay. Er zitten 11 in daar. Ik denk dat dat goed zou gaan komen. Hopelijk. Dat moet goed komen, goed. De paden en zo, dat gaan we dus de volgende keer even aanleggen. En dan gaan we natuurlijk overal kijken of alles nog goed het doet. Ik ga het hier eens bij belaten. Kortere aflevering dan normaal, maar dan maak ik het uit. Wij zien elkaar de volgende keer terug. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!